heeft u het boeiende boek Over leven in het wild van Martine al gelezen? Je zou het kunnen lezen alsof het gaat over één groot avontuur. En het is één groot avontuur geweest. Maar er ligt een diepere laag in het boek. Die gaat over verbinding. Verbinding met alle leven. Met de dieren, de mensen, met de hele natuur. De essentie van het bestaan dus. Naast het harde en moeilijke werk als dierenarts in de wildernis, zoekt Martine de eenzaamheid op. Om zich in die stilte te kunnen vereenzelvigen met de geluiden, de geuren, de vormen, de kleuren, het wezen van het leven, waar ze zich onderdeel van weet en ook voelt. Alleen zijn en stilte zijn daar het middel toe. Ze schrijft: zonder afleiding zullen mijn zintuigen nog scherper aanstaan. En als er geen relatie is tot een ander, kun je zelf verdwijnen. Waardoor er niets anders overblijft dan de waarneming zelf. Dit boek gaat over innerlijke kracht, bewust leven, dienstbaarheid en liefde. Als Martine een dier gaat behandelen, ontstaat er een totale vereenzelviging. Niets anders bestaat er dan nog dan het dier. Ze noemt dit de flow. Vertrouwen in zichzelf en het dier. Verbinding. Niet boven, maar naast. Vanuit eenheid van het bestaan. Lees dit boek. Het is fantastisch.